tientallen knuffels staan hier klaar om opgehaald of verzonden te worden naar hun eigenaren. Die hebben de knuffels laten maken omdat ze hun overleden huisdier erg missen. Het zijn namelijk perfecte kopieën van de huisdieren. It's just the same fabric we use for making teddy bears, but it looks realistic. Allerlei dieren kunnen hier worden nagemaakt. Honden, konijnen, cavia's en katten. Het enige dat nodig is zijn een paar foto's van het overleden dier. So as you can see here, this is a picture made by, sent to us from one of our customers. And from there, our airbrusher is carefully airbrushing all the little markings on the pet. De bedenker van de knuffels woont in de Filipijnen en kwam 4 jaar geleden op het idee toen zijn eigen hond overleed. Sindsdien worden er honderden knuffels per maand besteld. Er komen zelfs bestellingen uit het buitenland binnen. Deze vrouw heeft haar overleden hond laten namaken en daar is ze heel blij mee. So, yun, pagka pinupuntahan ko siya, nagpa-flashback talaga yung memories. Na lalo pagka hinawakan ko siya, yung saya na nararamdaman ko during nung kapiling namin siya. De bedenker van de knuffels hoopt zo nog heel veel baasjes iets minder verdrietig te kunnen maken. It really brings back memories because it's like, wow. It's like something that's physical, that looks just like the pet. And it gives all the warm, fuzzy feelings coming back again.